Nou, hallo allemaal, daar zijn we weer. Daar zijn we weer, maar een hele andere opstelling. Een ongelooflijk andere opstelling. Het is nieuw, het is fris. Wat doen we hier? Wat doen we voor deze tafel? Wat doen we zonder de vlag? Wat doen we hier, Lars? Neem ons mee. Nou, het is namelijk een bijzondere editie van de podcast. Ja. Want we wilden een keer wat lekker anders doen. Lekker anders. We hebben natuurlijk al veel dingen gedaan, herhaald ook. We hebben mensen gebeld. En je bent uiteindelijk een keer door de mensen heen. Dus we dachten, we gaan wat anders doen. En daardoor hebben we een hele leuke editie. Zeker. De editie heet namelijk Heel podcast bakt. Is gewoon heel gaaf. En de opinie-editie wordt het. Dus heel het belangrijk. Wordt een manier om ons echt rauw op je dak te krijgen. Unfiltered echt. Echte meningen, keihard, direct de camera in. Op je scherm. Op keihard, je scherm. Je hebt niet eens door wat er gebeurt. Je krijgt mening achter mening achter mening. Kijk gewoon naar je toe geworpen alsof het niks is. Echt, oprecht. Precies. En de exacte opzet. We hebben hier een zak met ingrediënten staan, waarvan wij niet weten wat erin zit. Onze producer, Wietse Amies de Vries, heeft een spannende trip gemaakt. Heeft heel wat ingrediënten bij elkaar gezocht en heeft gezegd, jongens, ga maar bakken. Ga maar kijken, ga maar voelen, ga maar proeven aan die ingrediënten. En maak het beste bakstel wat je maar kan vinden. Lars. En dat gaan we doen, denk ik. Maar eerst de schorten. Zullen we ze even... We gaan ze erbij pakken. Even bijpakken. Zo. Daar zijn we dan. We zijn helemaal klaar voor. Even credits naar de producer trouwens. Amies de Vries Productions. Netjes. Ja, we gaan snel door. We gaan snel door, Lars. Want de tas zit klaar. Ik ben helemaal spannend. Ik vind het helemaal spannend. Ja, we gaan de ingrediënten uitpakken. Het is trouwens 27 graden hier. En we hebben 18 laagjes aan. Dus als je ons een beetje glanzend ziet worden, dan is dat heel normaal. We gaan het uitpakken. Oké. We hebben... Item 1. Pannenkoekenmeel. Pannenkoekenmeel. Eieren. Kristalsuiker. Bastardsuiker. Dat wordt spannend. Chocola. De repen. Ik heb al gevoel wat het gaat worden. Oh. En ongezouten roomboter. Een hoop. Oké. Wat zou het worden, Arend? Brownies. Brownies, toch? Geen brownies. Onze producer schudt zijn hoofd van links naar rechts in een chocoladetaart. Er missen nog twee ingrediënten. Ik zal ze even halen. Oké, dus er mag geen technisch foutje of zo. Dus nee. Dat ligt gewoon nog bij ons. Gewoon lekker in de keuken. Keuken, waarschijnlijk. Vanille, suiker en zelfrijzend bakmeel. Ik denk dat. Vanillesuiker en rijstbakmeel. Maar wat gaan we maken? Ja, de brownie toch. Misschien kunnen we een beetje uitleggen waarom we het ook doen. Want we zeiden net, het is leuk, we gaan een beetje chillen. Maar eigenlijk gaan we natuurlijk op zoek naar onze mannelijkheid. De vorige podcast hebben wij een prachtige editie gemaakt. Hebben wij gebeld met wereldkampioenen. En toen werd een beetje gezegd, oké, ga in die top 20 eindigen. En dat is bij ons redelijk gelukt. Maar kwam toch een beetje neer van, ja, laten we dit gewoon een beetje opzoeken. Laten we die mannen opzoeken. Laten we lekker gaan bakken met z'n tweeën. Gewoon mano a mano, 1 versus 1. Laten we gewoon gaan bakken en kijken wat het wordt. Ondertussen heeft onze producer de middelen erbij gepakt. Bakpoeder. En aroma. Aroma. Oké. Dr. Utger aroma. Vanille aroma. De basisingrediënten voor het bakken hebben we. En kan dit gewoon een chocoladecake? Een chocoladecake. Dan voeg ik misschien toe, want hij blijft dit doen. Een chocoladetaartcake. Chocolate chip koekjes. Oh! Nice, mooi. Wat we gaan doen, we gaan nog wat andere dingen pakken. Want volgens mij hebben we nog wat kommen nodig om in te kneden. Ja. En we zien jullie zo terug. Stay tuned. Nou, daar zijn we weer. We zijn er weer. Daar zijn we terug. We hebben mooi gereedschap gevonden. Om onze chocolate chip cookies zo goed mogelijk te maken natuurlijk. Ja, inderdaad. Mannelijk taakje, we gaan het doen. Ik zit even na te denken, de chocolate chip cookie. Neem even mij even mee in jouw ervaring tot nu toe met het koekje. Wat was de eerste ontmoeting? Ja, ik denk dat ik ze een keer gebakken heb toen ik 12 was. 12 was. Ergens, 14 misschien. Okay. En daarna niet meer. Ik vind ze heel lekker om te eten, dan wel. Okay. De goedkoopste Albert Heijn variant is gewoon prima eigenlijk. Dat is het bijzondere aan de chocolate chip cookie. En die is binnen een minuut op. Precies. Het is altijd van hoge kwaliteit, dus dat moeten wij ook kunnen bereiken. Ja. Ik denk dat we de ingrediënten gelukkig al een beetje hebben. Ik neem aan dat alles erin moet. Ja, laten we een beetje de kijkers meenemen ook. We zijn natuurlijk lekker aan het bakken. We gaan lekker beginnen ook. Alleen... ik ben in totaal niet thuis in wat dan ook van dit allemaal. Ik ben op zich, een hamer, dat kan ik misschien een beetje. Suiker kan ik eten, dus dat is prima. Dat is goed. Alleen het bakproces ben ik misschien wat minder bij. Dus we gaan misschien, Lars, volgens mij jij ook.
Dus we gaan gewoon samen een beetje kijken hoe we hier een beetje doorheen komen. Ja, en het is natuurlijk een bake-off, dus uiteindelijk gaat er één iemand winnen. Dat sowieso. En ik ben heel benieuwd wie dat gaat zijn. Ja, inderdaad. Ik denk dat we beginnen met de chocola, of niet? Oké, ik ga beginnen met een eitje. Ik ga de chocola pakken. Ja. Oké. Ik ga kijken. Gewoon een reep? Oh, melk. Hebben we geen melk nodig? Nee, denk ik niet. Als die het niet gehaald heeft, dan hebben we dat niet nodig. Ik doe gewoon een beetje dit en dan een beetje een eitje erbij. En dan heb ik alvast een beetje bakspul, denk ik. Ja. Ik ga deze verchippen, denk ik. Dit kan niet met ook normaal geluid erbij. Lars. Werkt het niet? Ja, ik kan wel. Ik kan niet ondertussen nog ook in de podcast, denk ik niet. Ja, laten we ook even een inhoudelijk dingetje bespreken. Want we gaan dus gedurende het bakken vragen beantwoorden. Ja. En daar gaan we natuurlijk zo echt mogelijk antwoord op geven. Ja, precies. Jullie hebben al vragen gestuurd. Dankjewel nog voor. Super dat jullie zo interactief zijn. Ja, blijf meedenken bij de podcast. Eitje, lekker. Lars begint met een chocolade. Begint hij hartstikke hard te kloppen. Ik begin dus even met het bakmeel en de eitjes. Om een beetje te laten kloppen, denk ik. Kappen nou eens. Sorry. Oké, dus ik pak het mes even, denk ik. Jij gaat het mes pakken? Ik denk het wel. Ik heb te veel bloem gepakt, dat weet ik wel. Oh, dat is hoop, dat is fors. Ik weet niet wat ik doe. Maar ik denk dat ik op een gegeven moment een beetje dat doorheen ga laten mixen. Ik doe nog een eitje erbij, denk ik. Nog een eitje? Lekker. Hoeveel roomboter? Ik ga wat roomboter. Wel zorgen dat je moet wel voor mij overlaten, ja, natuurlijk. Ja. 3 om 3. Ja, dat is ook goed voor de protein, denk ik. Ja, absoluut. Dit is ook voor de protein, inderdaad. We zoeken onze mannelijkheid natuurlijk. Ja. Zullen we meteen beginnen met de eerste vraag? Lijkt me goed. Want onze eerste vraag is een hele ingewikkelde meteen. We hebben onze handen gewassen trouwens. Ja, heel goed zelfs. Hoe groot zal de economische invloed zijn van de coronacrisis op de welvaart van de student? Dankjewel Tom Joosten voor het insturen. Van een moeilijke vraag. Ja, wat denken we daarvan? Nou Lars, ik moet zeggen, ik heb mijn onderzoeken gedaan van tevoren. Ik ben goed ingelezen voor deze podcast. Ik denk, oké, we gaan een opinie-editie doen. Weet je wat, ik ga even de volledige NRC uitlezen. Van voor naar achter heb ik bekeken. En bij het stukje economie stond er een interessant onderwerp. Is dat zo? Namelijk dat we echt langzaam in de crisis gaan. Alleen de enige oplossing voor deze crisis is natuurlijk meer spenderen. Wij als studenten die lenen gewoon maximaal, prima. Dus het is een beetje op onze schouders, denk ik, rust, een soort druk, dat wij moeten gaan consumeren. Dus ik weet niet hoeveel jij nu consumeert, maar meer dan dat moet je gaan doen, denk ik. Oh jeetje, ja. Ja, ik moet inderdaad wel zeggen dat ik natuurlijk minder uit ben gegeven door de coronacrisis, gewoon omdat je nergens heen gaat. Ja. Maar misschien moeten we dat meer doen om de economische crisis te dempen, inderdaad. Ja, precies. Want, maar ik denk wel dat studenten minder hard getroffen gaan worden relatief, omdat, nou, dat ligt natuurlijk aan. De werkende student wordt heel hard getroffen, denk ik. Wij betalen de bon, wij betalen de bon. Is dat zo? Dat zeggen ze nu in het nieuws. Ja. Dat de jongeren betalen natuurlijk altijd de bon. Maar wij moeten die bon betalen die de ouderen nu... Zijn dat de ouderen? De ouderen, die worden nu ziek. Oh, maar ja, kun je dat nou zo zeggen? Nee. Misschien knippen we dat ruimte. Maar de grote gedeelte van de ouderen wordt ziek. En die kunnen dus niet de kosten maken. Die wij moeten maken uiteindelijk. Ik neem dit trouwens in mijn bakproces. Ah, het ziet er wel goed uit in ieder geval. Hier ga ik een chocola bij doen. Ja, ik weet nog niet inderdaad of chocola in het begin handig was, want ik moet het dus gaan kneden als er hele scherpe stukken chocola in zitten. Ja, maar dat is zo. Ik ga dit even... zo de oven in. Ik ga dit even neerleggen. Oh, Lars. Ah, dit is heel leuk om te doen. Dit is, Maar ja, ik denk wel inderdaad dat de economie gaat natuurlijk heel erg aangepast worden. En dat gaan we heel lang merken, ook als studenten. Gaan we lang merken. Ik moet zeggen, we komen natuurlijk wel allemaal uit een studentencultuur. We doen gewoon Unie of HBO. Dus we zijn al wel wat bevoorrecht. Dus die positie moeten we denk ik ook nemen, denk ik. Denk je iets? Jij deed... Ik deed 3. Ei en dan bloemen, hè? Beetje chocolade. Ik doe andersom. Heb je nog veel bloem over? Ja. Nou, heel veel. Ik vind dit eigenlijk wel een prima hoeveelheid bloem, denk ik. Dus dit... Ja? Ik heb geen idee. Ja? Oké. Okay. Onze producer die twijfelt. Nee, we gaan verder. Ja, die economische crisis, Lars, dat is een ding, bij ons allemaal relatief. We zien het wel op YouTube, maar is het nou echt een ding? Ik weet het niet. Ik weet het ook nog niet. Maar ondertussen zijn we lekker... dat is lastig, hè? Wil je even dit hebben? Ik wil niet een hamer. Nee, de mes en de snijplank. Ik ben mijn mannelijkheid aan het zoeken. Wow. Oh, dat werkt. Ja. Mag ik die mooie stamper van jou? Natuurlijk. Oké. Okay. Zo. Oké.
Maar de podcast kan het allemaal, zal ik zeggen, zeker bij de bakeditie. Mijn garde is net kapot gegaan. Oh jeetje. Ja, maar geen probleem. Dat betekent dus dat ik helemaal geen garde meer heb, of wel? Nee. En dat ik dan ga kneden. Ik ga gewoon kneden. Ik ga dit even neerleggen, denk ik. Nou, zullen we anders doorgaan naar de tweede vraag? Terwijl wij duidelijk niet heel goed hierin zijn. Terwijl, mag je ook de boter even voor jou mogen? Zeker. Dankjewel. Ja. Oh, je hebt heel weinig boter gedaan. Oh. Ik denk dat je daar de mist in gaat. En dat het echt de bedoeling is dat je veel boter doet. Misschien ga ik dan meer boter... Als je bakt, moet je echt veel boter hebben. Oké. Okay. Ik zie de producer zwaaien. Ik denk, ja, misschien moet ik daar... misschien moet ik meer op de boter gaan focussen. Maar, weet je wat? Dat is het... Wat? Nee. Ik denk echt dat dit moet. Je hebt geen idee. Hou op. Je hebt geen idee. Laat even zien aan de kijkers. Laat even zien aan de kijkers wat voor stronk boter jij nu erin doet. Broccoli is nog kleiner, zou ik zeggen. Nee, maar boter zit altijd heel veel in baksels. Het valt echt enorm op. Ja, ik ben niet zo'n cupcakebakker. Misschien jij met iets meer in die cupcakebakker. Ja, ik mag vaak meedoen met bakken. Is ja? dat hoe het... Mag dat van mag? Het grootje? Mag het van mag? Het grootje? Heel goed, heel goed. Ja, ik denk dat mag het goede woord is. Ik leg deze even neer. Ja. Maar in ieder geval, de vraag van Stijn van Pruisen. Stijn van Pruisen. Waarom gaan jullie niet wedstrijd roeien? Jullie zijn lang genoeg. Dat is een confronterende. Dank voor het insturen. Alleen Stijn, je moet het volgende een beetje zien. Zo'n vraag kan ook persoonlijk best wel zwaar opgevat worden. Ik weet, ik merk altijd een beetje dat die, oh, waarom moet je wedstrijd, oh, waarom ga je niet dit doen? Mijn leven is mijn leven, Stijn. En waarom zit jij dan aan het beoordelen? Ik bedoel, ik wil wel, maar ja, ik bepaal zelf wel. Een beetje het antwoord dat erop wijst dat je eigenlijk het niet durfde misschien? Ja, dat is ik was gewoon in Zwolle. Ik moest helemaal op en neer reizen. En het was gewoon te zwaar. Het was gewoon te zwaar om dan te gaan wedstrijd roeien. Ik had het misschien vorig jaar wel kunnen doen. Of dit jaar. Maar ja, dan moet je dat bestuursjaar weer doen. Is dat een goede vraag? Alleen pas op met lengtevragen, zou ik zeggen. Pas op met lengtevragen. Dat kan gewoon heel persoonlijk. We worden vaak gestereotypeerd op lengte. Ja, zeker. Dat is wel echt een ding. Ja, en ik denk, als ik heel eerlijk ben, is het misschien dat ik het eigenlijk nooit gedurfd heb. Echt niet, nee? Nee, ja. Ik zou zeggen, je bent skiftalent. Ik skif wel een prima baantje. Ja, jij kan een skifje maken, zou ik zeggen. Ik denk dat ik het gewoon nooit echt goed geweten. Oh, ik heb wel veel boter gedaan. Ja, ik heb te weinig boter, merk ik. Mag je nog wat boter? Ja. Je dit de producer heeft zijn handen in zijn haren. Nee, dat is te veel. Is het te veel? Ja, echt? Oké. Okay. Ah, het zit er nu in. 1, 2, huppakee. Nee, het zijn wel een goede vraag. Denk Want ik denk dat ik het altijd te zwaar zou vinden. Maar ik denk dat ik in de toekomst misschien een keer wel spijt van ga krijgen. Want dat best nooit gedaan vet, denk ik. Het is wel echt iets wat je mee kan maken natuurlijk. Ja. En zeker nu... toch dat skiffen, je hebt gelijk dat jij dat de baantjes kan maken, dat gevoel weer op het water. Ik kan me heel goed voorstellen dat het geweldig is, dat het een soort ademen is voor het... Ja, zeker als je dat echt goed kan met een hele leuke ploeg. Mag ik een kleine opmerking maken? Jullie hebben nog meer ingrediënten dan bloem en eieren en boter. Past het suiker? Bedankt producer voor het ongevraagd advies. We zijn hier even aan het bakken, ja? Laat ons wel eigen werk doen. Ja, maar hij heeft misschien wel een punt. Jij hebt de schoonste handen. Zou jij dit suiker open kunnen maken? Ja, ik doe eerst even wat vanillearoma erin. Kijk ook bij mij een druppel. Ja, zeker. Dankjewel. En daarna ga ik even kijken naar het suiker inderdaad. Ja, zou je dat pakje zelfrijzend bakmeel, dat ligt daar. Ja. Zou je dat kunnen verdelen over... Nee. Die. Oh ja, hier. Ja. Bakpoeder, zou je dat kunnen verdelen over ons? Half-half? Half-half. Ja hoor. Misschien iets minder, maar kijk eens. Een beetje luchtige koekjes. Ja, dat is prima. Zoiets. Ik denk dat dit precies zo. Doe ik dit zo erin? Ja. Ik weet niet of dat de volgorde is. En dan suiker nog. Oh, dat is wel prima. Oké. Okay. Het suiker. De bassensuiker. Ben je van de bassensuiker? Ja, er zit ook heel veel suiker in. Daar moet je ook echt niet in vergissen. Suiker, de draaimotor van het lichaam, zou ik zeggen. Nou, dat wordt vaak gezegd inderdaad. even kijken. Terwijl jij hem openmaakt, gaan we door naar de volgende vraag. Ja, precies. Van Tijn Cox, het gaat over mores. Moeten de mores strakker gehandhaafd worden door de tappers? En dat is een moeilijke vraag. We zullen even wat achtergrondinformatie erbij geven. Tijn vindt namelijk dat de mores bij Focas enigszins weggezakt zijn. Dat zou ook heel goed kunnen. Zou je best wel een punt kunnen hebben. Oh. Suikertje erbij? Ja. Meer? Nou, ik giet zelf wel. Okay. Als jij vast de ander openmaakt, dan... Ja, is goed. Want ik heb namelijk sowieso wat meer droog spul nodig. Ik denk dat suiker daar wel bij helpt. Goed idee. Heeft suiker een hele vaste vorm in het deeg? Nee. Ik gooi wel suiker nog hierbij.
op de losse pols. Ja, ik weet dus dat je bij een banaan dat je echt de helft van het suiker erbij gooit. Dus ik doe het slijpen. Dit gaat niet goed. We gaan het zien. Nee, nou, maar wat vind jij daarvan, Arend? Van, ja, ik ben heel benieuwd wat voor tappers hij bedoelt. Bedoelt hij mensen die aftappen? Bedoelt hij mensen die tappen? Dus, gaan deze grapjes ergens heen? Of zou het misschien tijd worden om gewoon naar het onderwerp te gaan? Nee, ik ben gewoon benieuwd wat voor tap dat was niet de bedoeling. Ik denk dat tappers... dat is niet goed gedaan. En dat hij de tappers van Focus bedoelt. Het tappersschilde. Shoutout. Ja, zij zijn de bouwsteen van deze vereniging, zou ik zeggen. En kunnen inderdaad meer, misschien die Morris. Ja, die Morris is inderdaad een soort ongeschreven regel. En een ongeschreven boekje, zou ik zeggen. Waar ja, veel in staat en veel beweging is tot een soort discipline. Dat zij de baas zijn. Nou, ze zijn natuurlijk bazen, maar zijn ze ook de baas? Ja, dat vind ik moeilijk. Dat is een moeilijke vraag inderdaad. Maar ja, wat, er wordt inderdaad wel veel, te veel gefroost op de soos. Er wordt te veel met de rug naar de bar gestaan. En dat zijn misschien dingen die je wel echt gewoon aan moet leren aan je nieuwe leden. Ja. En ik denk dat de tappers daar misschien een meer actieve rol in zouden kunnen spelen, ja. Zeker omdat de tappers zij zijn de mensen die er vaak staan, die het allemaal goed moeten weten. Precies. Dus het tappersgilde, als we weer open mogen. Een leuk taakje om... Ze geven jou letterlijk het bier, dus dan mag je ook wel terugverwachten, zou ik zeggen. Ja. Arend, zou ik voor jou... de mail mogen nog. Je wilt nog meer mail? Ja, want ik heb het wel nodig. Ja, natuurlijk. Die zit wel. Oh, zou je de rest gewoon even erbij? Volledig erbij flikkeren. Ja, nee, oh, ik bedoel gooien. Ik ga toch even nu kijken naar onze andere tafel. Wat hebben we nog over hier? Zout. Ja, ik ben een beetje zout ziek. Maar ik zie ook die sprinkels. zou ik dat van jou mogen? Dat mag. Ik kan proberen om het enigszins schoon aan te geven. Suiker was een fout. Ik wacht wel. Ik zou de sprinkels lekker laten. Ik laat sprinkels voor zo meteen. Zou je mij een snufje zout erbij kunnen doen? Dan, gewoon... Snuf. Snufje. Dat ook hier. Ja. Nee, maar inderdaad die Morris. Ja, Lars, wat was de eerste Morris die jij dwars doorbrak met beide benen? Ja, dat zal toch met de rug naar de bar staan geweest zijn, denk toch, ik. Toch, ja. En ja, dat werd toen wel hard gecorrigeerd, hoor. De 70ste lichting is daar goed bij opgevoed. Zo, ja, denken jullie ook als 69ste lichting? Ja, wij als 69ste lichting hebben op een gegeven moment een soort van een periode gehad dat wij alleen maar met onze buik naar de bar mochten staan. En ook zo weg moesten lopen. We mochten alleen maar zo op die borrel staan. Ja, dat was zwaar, maar dan weet je wel, oké. Okay, daar zit je er meteen goed in, Je zit er gelijk in, inderdaad, ja. Ik heb een soort karamel gemaakt, denk ik. Maar ik denk wel dat het goed gaat smaken. Het ziet er prima uit. Alleen, ik denk dat het een soort ander koekje wordt dan... Ik denk dat we te veel ei hebben gebruikt. Ik denk dat het één ei was geweest. Nee, ik doe nog wat chocola voor jou erbij. Hey. je hebt niet je eigen repen. Ja, ik heb toch te veel, denk ik. Ja, precies. Nee, Lars, die Morris, ja, het is ook wel iets moois. Ja, je moet toch die traditie een beetje behouden en het zou zonde zijn als het verdwijnt. Maar we hebben letterlijk een podcast gemaakt over tradities. Check die nog even op onze YouTube. Podcast nummer 3. Heel goed, neem ik aan. Ja, heel goed. Ja. Nou, ik... Oh, die podcast lekker, man. Denk dat mijn deeg bijna klaar is. Oh. Ja, mij is ook. Dan kunnen we meteen door naar de laatste vraag. Ik ga nog even kneden, denk je, Lars. Oh, okay. Jij bent natuurlijk nog niet aan het knederen. Ik ben al even bezig. Ik was een beetje aan het stampen. Ik ga nu even kneden. Laatste vraag inderdaad. Ja, neem ons mee. Wat staat er? Wie is het geweest? Elias heeft een vraag gestuurd. Ach, kijk eens aan. Wat is onze mening over de stijgende discussie omtrent carbon backwing-riggers? Leuk. Dat is geen grap, dat hebben ze echt gestuurd. En dat is een vraag waar ik niet meer tevreden mee kon zijn. Ik ben zelf namelijk een expert. Enorme liefhebber van de carbon backwing rigger. Oké, neem ons een beetje mee. Ja, ik zal even uitleggen wat een carbon backwing rigger nou doet. Ja, ja, bij Focus kennen jullie de wing riggers al wel. Dat zijn die aluminium gevallen die eruit zien als een vleugel. En wat dat natuurlijk is. Met een backwing zit die vleugels aan de achterkant langs in plaats van aan de voorkant. Ja. En dat zorgt voor een veel directere krachtsverdeling. Je kracht gaat veel directer de boot in. Okay. En als je naar de vorm kijkt, is dat eigenlijk ook heel natuurlijk. Want je kracht gaat naar achter. Ja, precies. Dus daar duw je je boot mee naar voren. Ja. En daar zit je backwing. Dus die het gaat via dat carbon direct de boot in. Wordt direct vertaald naar snelheid. Ja. Zou ik nog meer mail doen, denk je? Dat is een goede vraag tussendoor. Hij wordt hevig van links naar rechts geknikt. Ik weet niet of dat goed of slecht is. Ja, ik ga hem gewoon proberen open te maken, denk ik. Oké. Ik heb wel een koekje hebben, denk ik. Nee, die carbon backring, ja, Lars, dat is ook gewoon cool, denk ik. Het is gewoon echt magisch om, denk ik, in zo'n boot een carbon back te hebben. Ja, ik denk dat heel belangrijk is. Vooral ook om het zelfvertrouwen. Je wil weten... Je wil weten dat je gewoon het goede materiaal hebt.
En dat je geen nadeel hebt op zich van je tegenstander. Dus zeker doen. Ja. Ik heb ook even geobserveerd bij de Henley. Want heel veel van de Henley staat op YouTube. Luister mij ook wel bij. Dat heb gezegd voordat ik weer... Ja, dankjewel. Stop maar. Ja, de Henley. Neem ons even een beetje mee. Ja. Er staan namelijk heel veel filmpjes van de Henley op YouTube. Gewoon even de Henley Royal Regatta zoeken. Okay. Waar is dit gevestigd? Bij Henley on the Thames. Oké, okay, nice. Bij de Thames River. Engeland, neem ik aan. Dan. Engeland, ja. De bekendste wedstrijd ter wereld. De belangrijkste wedstrijd ter wereld. De meest high-class wedstrijd. Oh, dit werkt wel trouwens. Ik begin nu echt koekdeeg te krijgen in plaats van suikerwater, denk ik. Nee, bij jou is het nog een zesje, ja. Nou, prima. Oké. Okay. Maar in ieder geval, bij de Henley zie je eigenlijk altijd dat... carbon wingriggers winnen van aluminium wingriggers. Okay. Ik noem daar trouwens wel sowieso alleen maar aan aluminium wingriggers. Aan wingriggers. Ja, ja. En dat als je dan een carbon backwing hebt, dat je hem ook nog eens pakt. Ik heb zelfs gezien dat een carbon backwing Hudson boot. Nee. En een Hudson, dat is... Je gaat me nu de maling nemen, denk ik. Het is niet... Dat die won van een Philippi met frontwing. Zo. Dus dat zegt eigenlijk wel genoeg. Dat zou je zeggen dat aan de roeier zou liggen. Nee, dat werkt natuurlijk niet zo. Precies, het gaat wel niet. Alleen maar om de boot. Ja, precies. Oké, maar toch die backwing liggen. Ik moet een beetje... Ik kan het wel redelijk voor me zien, maar... in hoeverre ga je er vooruit qua koelheid? Is het heel cool ook om die backwing te hebben? Of juist een beetje knorrig? Ik vind dat moeilijk. Knorrig? Nee. Ik denk dat een carbon backwing op dit moment het coolste is wat je kan hebben in de wereld. Okay. Naast misschien een dubbele Oakley. Oh. Dat is ook een hele rage. Oakley's zijn brillen die voor gratis snelheid zorgen. Ja. Dus eigenlijk een beetje een carbon backwing rigger die je op je voorhoofd zet eigenlijk. Ja. Ik pak nog een beetje dit. Nou goed. Denk ik. Ik merk een beetje dat het wel dun is, maar ik denk als het lang genoeg, dat was te veel, lang genoeg in de oven komt. Ja, we moeten nog bakken, hè, natuurlijk. Ja, precies, we moeten nog geen kant-en-klare koekjes. Jongens, we moeten nog reizen. Ja, ik ben eigenlijk best wel tevreden met de structuur ondertussen. Ja? Ja, ik denk het wel. Oké, nou ik moet nog even verder kneden dan. We hebben ook nog genoeg tijd, hè, jongens, we hebben nog genoeg tijd. Ik zit even te kijken. Lars, die carbon backwinger, is het nou ook iets wat jij thuis zou willen gebruiken? Oh jee, ja. Ik zit natuurlijk wel met het idee om later een skiff te kopen zelf. Ja, dat begrijp ik. Dan moet je dus aan het water gewoon, er zitten wel een hoop haken en ogen aan. Maar als het kan natuurlijk, gewoon even een skiffje in de achtertuin en makkelijk onderweg. Ja. Het is gewoon puur winnen. En wil je dan een carbon backwing? Ja, dat ben ik. Ik vind dat moeilijk, want als ik dan later thuis ga skiffen, zal het waarschijnlijk in mijn eentje zijn. Dat klinkt ook wel zo bij skiffen natuurlijk. Ja. Dus heb ik dan veel aan dat competitive advantage? Dan is zo'n carbon backwing wel duur. Oh, jij gooit hem al erop. Ja, ik denk dat we moeten een keer gaan beginnen, toch? Ja, oké. Dan kneed ik even snel door. Nee, dat je hem toch thuis hebt. Ja, ik heb nog zo'n plastic bootje kunnen wij hier achter gooien. Als je daar dan die carbon backwing in doet, iedereen dat niet goed gaat. Nee? Nee, ik denk niet. Je hebt wel een soort van minder balans hoor. Je moet een geavanceerde roeier zijn om de carbon te kunnen masteren, zou ik zeggen. Wat zeggen ze? Oh nee joh. Zo gaat het goed. Ik ik ga hem ook op gooien, denk ik. Bak Marlies zou niet trots op ons zijn. Nee, Bak Marlies niet. Die kan goed bakken, die meid. Ik denk dat we allebei de helft gebruiken van het... Ja, ik leg hem zo op. Ik denk dat we ze in bolletjes erop leggen en dat ze dan de breedte in reizen. Dat zou schitterend zijn. Ja. Ik merk, mijn handen zijn klevig, maar het koekje ruikt lekker. Kijk. Wel de afstand. Sorry. Geen direct contact, dat is natuurlijk wel het allerbelangrijkste. Leuk grapje kan natuurlijk altijd tussendoor, zou ik zeggen. Zeker in de podcast. Dat is ook waar. Ja. Nou, dan ben ik denk ik klaar. Ben je finito? Hier een berg suiker eraf. Kijk eens aan. Plop. Ja, die was goed. Dat gaat mijn pronkstuk worden, denk ik. Ja, ik denk het ook. Ik zie dat ik meer chocola heb dan jij en dat jij een... Ja? Een andere structuur, hè? Ja, precies. Als jij er hier nog eentje legt, dan kunnen we ze ook uit elkaar halen. Dan heb ik een koekje meer, maar dat is natuurlijk niet zo erg. Dat is niet zo erg. Hé, maar Lars, hoe gaan we dit zo meteen beoordelen? Hoe gaan we dit zo meteen op de best mogelijke manier beoordelen? Nee, niet. Oh. een blind testing misschien? Blind testing van onze producer, denk ik. Ja, is dat leuk? Dat lijkt me leuk. Ik vind dat leuk. Oké, is goed. Dan mogen we allebei één koekje kiezen die ons beste koekje wordt. Ja. Oh, die was schitterend. En misschien dat wij dan ook blind een koekje van ons allebei gaan proberen. Ik zou zeggen een koekje van eigen deeg. Ja, dan kiest onze producer, Mr. Vries, kiest twee koekjes uit. Of vier koekjes eigenlijk. Mm-hmm. Twee van jou en twee van mij. Ja. En dan proeven we die tegelijkertijd en gaan we raden wie van wie is. En welke beter is. Dit is lekker.
Leuk. Ja. Gaan we zo meteen weer verder. Dan komt ook de wijsheid van de prezes natuurlijk in. Het liedje van de week. We hebben een speciaal ingestuurd liedje gekregen. Ja, hoe is dat zo? Wat ja, een soort geluid zelfs. Oh, wat gaaf. En dan denk je dat we zo meteen weer terug zijn. Zijn we weer terug. Arend, ze zijn klaar. Ze zijn klaar. Het is een godswonder dat we inderdaad dit hebben gekregen, denk ik. Maar ik was tevreden. Ja, we moeten helaas iets vertellen. We gaan de blind tasting gaan we achter ons laten, omdat ze enorm herkenbaar zijn. Ja. Arend Jan heeft lekkere bolle cupcakes en ik heb een soort slappe pannenkoekjes. Niet minder lekker. Ja, we laten even zien. Ik zal eerst gaan. Ga jij maar eerst? Dit is de chocolate chip à la Lekker Arend. Dit is gebaseerd op moeders recept. En de chocolate chip, je kan hem goed zien, is vrij bol en veel chocolade, want dat is natuurlijk het lekkerst. Okay. Bij mij zie je vooral hier de zachte structuren, die natuurlijk heel belangrijk zijn in een chocolate chip. Ik zal hem even goed dichtbij houden. Het is meer voor de smaak gekozen dan voor de structuur. Daarom zijn ze ietsjes uitgelopen, maar daardoor ze dus wel boterzacht blijven. Okay. Nou, dan gaan wij denk ik over naar proeven. Ja, ik pak hem zelf even. Ik ga dan mijn eerste hap nemen. Een proost, santé. Op de focus op het bake-off. Op het bake-off, ja. Oh. Nou. Nog nu slecht. Okay, oprecht heel goed. Binnenkant even laten zien. Oh. Ja. Bij mij ook. Zie je de heerlijk gesmolten chocolade. Zo. Dat is gewoon een beetje lekker. Bij mij ook. Okay. We leggen hem even neer. We gaan snel naar onze man in crime. Onze bro from another mother. We gaan naar Simon Koele. Simon Koele, kom erbij. Nou, mooi dat ik ook op de podcast mag verschijnen, heren. Hou het. Deze op mijn hand houden. Microfoontje erbij. Tuurlijk, Simon, leuk dat je bent gast hier. Fantastisch om jou hier te mogen ontvangen. Ja, in je eigen huis natuurlijk. We zijn hebben een podcast gemaakt. We hebben een bake-off gemaakt. En we hebben twee mooie resultaten. Ja, het huis rook al toen ik binnenkwam vanochtend weer rook voortreffelijk. Dat is alsof, alsof jullie chocolate kipkoekjes hadden gebakken hier eigenlijk. En dat was ook bedoeling. Nou, dat is ook wel gebeurd. Je mag eerst even pakken. Ja, ik weet natuurlijk niet van wie welk koekje is. Dus het is eigenlijk een blind onderzoek of ik dit nou ga... Wiens koekje ik nou lekkerst ga vinden. Moet ik beginnen met de een of de andere? Is daar een volgorde in die ze doen? Of mag ik gewoon zelf kiezen? Neem ons vooral mee. Nou, ga ik eerst denk ik het uiterlijk van het koekje beoordelen. Okay. Nou, ik ben natuurlijk fervent fan van chocolate chip koekjes, zoals iedereen eigenlijk al weet. Ja. Vooral de triple chocolate van Albert Heijn, 80 cent. Mag sponsor doen, dingen doen hier? Ik mag dat? Oké, klein sponsoring. Ja. Erg lekker, koop ze een keertje. Deze doet me wel redelijk denken aan dat chocolate chip koekje. Alleen, het doet me ook wel een beetje denken aan zo'n mooie bavarois die we ooit hebben gemaakt hier in het huis. Ja. Qua vorm vooral. Qua structuur misschien wat anders. Dus dan gaan we gewoon even kijken of dat ook zo is. Maar ik neem even een klein hapje. Neem ons mee. Mm. Oh. Hij moet lachen, maar misschien heeft hij een verkeerd hapje te pakken. Dat kan. Ja. Wat droog wel is. Man. Moet je water of zo? Nee. Ja, nee. Lars. Nou, mijn complimenten voor de smaak. Okay. De smaak is goed. Okay. Dus misschien wellicht meer een cake geworden dan een koekje. Ja, oké. Als je het zou marketen als een chocolate chip cake, of jij of Lars het is, ik weet niet natuurlijk welke koekje het is, precies. Dan zou dat een duidelijke beschrijving zijn van het product dat je hebt gemaakt. Oké, duidelijk. We gaan snel naar het volgende boek. Complimenten aan het recept voor je moeder, zou ik zeggen. Ik had ook een zeker goed bakken altijd, dus respect daarvoor uiteraard. Okay, dan ga ik naar het volgende koekje. De andere jongen. Wow. Dit doet me eigenlijk meer denken aan een ander favoriet eten van onze roeiers, namelijk de pannenkoek. Dezelfde structuur, dezelfde vouwbaarheid, om het zo maar te zeggen. Misschien kan je hem oprollen in een soort van... Nou, we nemen maar een deel hiervan gewoon. Je ziet ook meteen dat de chocola hier erg lekker nog is gesmolten. Dan weet je dat hij echt vers is. Hè? Als de chocola nog is gesmolten, is hij erg vers. Oké.
Neem dan maar snel een hapje. Nou hoor. Spannend moment dat hij dit. Ja, we hebben een winnaar. Echt? Ja, we hebben duidelijk een winnaar. Makkelijk zelfs. Dit is een koekje. Ja. Nou, het idee was ook chocolate chip cookies bakken en niet chocolate chip cakes, denk ik. Ja. Dus dan is deze, dit is gewoon een koekje en dit is gewoon, ja, lekkerder. Nou, bedankt Simon. Mag je even weer ophoepelen naar de andere kant van de kamer. Bedankt voor zijn prachtige... Nee, jullie bedankt. Een scherpe recensie heeft je afgeleverd. Bedankt voor jouw altijd prachtige commentaar, Simon Koelen. Ja, blijkbaar hebben we een winnaar. Lars Leijten, gefeliciteerd. Ja, ik ga hem die vel even erbij pakken. Nou, dit is een cake. Wel een lekkere. Dit is ook echt lekker. Beetje healthy cake. Hmm. Ik vind het niks. Maar, ik zou zeggen, die van mij is het lekkerst, maar... Dat is gewoon niet waar, maar... Ja, hij is wel droog, misschien niet voor mij, maar op zich wel lekker. Nee, jongens, heel erg bedankt voor het insluiten weer. Dit was een fantastische editie. Ik heb heel erg genoten van het bakken. Maar we gaan snel nog naar de laatste onderdelen van de podcast. Het hele bakkensegment hebben we nu gehad. Maar Lars, neem ons nog even mee met prachtige woorden van de prezes. De prezes heeft namelijk deze keer een bakgerelateerde wijsheid aangekondigd. Ik ben even nog de chocola allemaal aan het wegwerken. Mm-hmm. Mm. Een koekje is puur geluk... Met chocolate chips erop. Zo. Dat geeft toch wel meer hoe mooi een koekje kan zijn. Zeker die van ons. En hoeveel geluk mensen daaruit kunnen halen. En als het maar cakejes. Ja. Nee, super lekker, Lars. Ja, voor het volgende fragment hebben we een kort geluidstukje. Gijs Stolmeijer, super bedankt dat je dit aan mij hebt gestuurd. Dit kunnen wij promoten vanuit de Goede Doelenweek. Er is namelijk een super vet initiatief die wij hier mogen primeuren in de podcast. Het gaat als volgt. Zometeen komt er hier een fragment. Hier een soort geluidsfragment. Dat mag onze Wietse maar even dan editen. En dan hoor je iets. Ik ga zo meteen ook even een paar seconden stil zijn. Dan hoor je iets. En dan hoor je een bepaald geluid. En wat kan je dan raden? Een soort raadgeluid van Q Music. Je kan voor 50 cent dat raden. Het gaat allemaal naar goede doelen. En de winnaar krijgt een fantastische prijs. Dus ja, Wietse. Ik weet niet hoe je het gaat editen. Maar hier is het geluid. Van succes. Het geluid. Weet jij al wat het is? Speel mee met het geluid. En dan willen we jullie nu allemaal bedanken voor de leuke podcast, voor de leuke vragen. En volgende week zijn we er weer natuurlijk. Het was verschrikkelijk leuk. We hebben echt onze mannelijkheid gevonden. We hebben prachtige koekjes gebakken. Ja. Een mooi resultaat nog. Op een nippertje heeft dan Lars gewonnen. Daar al mijn oprechte felicitaties, Lars. Leuk gedaan met je platte pannenkoek. En dan zien we jullie volgende week weer.